dobre utra. Ik ben net wakker. Het is 10 uur nu en het is zondag. Wat is het, 1 oktober of zo? Ja, 1 oktober. Helemaal mooi gewoon. Vandaag ga ik naar een beauty event. De zaak die is geopend. Die gaat openen vandaag. En I got an invitation! Yeah! Maar ik ben nog nooit naar zoiets geweest. Dus voor mij is het echt the first time. Dus ik heb echt geen idee wat ik daarvan moet verwachten. Maar er zijn wel mensen die ik ken daar. En ik heb gezien, gisteren zag ik, ik keek op die Facebookpagina en ik zag dat Leila ook daar zou zijn. Ja, dus ik denk het gaat leuk worden. Ik heb mijn nagels al gedaan. Ik heb al zo lang mijn nagels niet gedaan. Geen nagelijk of zo niks. En ik heb deze keer gewoon mat. Wauw, de volume is real gewoon. Natuurlijk is er wat tussen gekomen, dus ik ben turbo aan het haasten. En natuurlijk heb je dan weer mascara op je oog. En ik heb mijn mascara nog niet gedaan. Ik bedoel, mijn foundation nog niet gedaan. Dus mijn face is echt ugly. Maar goed. Ik heb mijn haren gefeund. Oh, dat was ik even vergeten. Want ik had een stukje gefilmd, hè. Maar ja, ik heb mijn haren gefeund. En dat heb ik al heel lang niet gedaan. Maar ja, ik dacht, let me see what it looks like, toch? Oké, ik ben dus een beetje laat, oh my god. Maar God is with me, van de trein is, heeft vertraging. En ten eerste scheelt me dat wachten bij op Schiphol. Hoef niet te lang te wachten met overstap. En ten tweede ben ik op tijd voor de trein. Mijn haar zit helemaal in een knoop, oh my god. Oh, ik kan gewoon zo'n fotoshoot hier houden. Oh my god. Oh, ik ga even een paar foto's zien maken voordat de trein komt. Oké, ik ben nu op Schiphol en mensen kijken me echt aan van... Wat ben jij nou zo glammed up? Op een freaking zondag. Ja, ik heb dus even mijn lipstick gedaan. En ik zeg jullie, ik vind de kwaliteit van Dior lipstift helemaal niet zo super goed. As in de hoe lang hij op blijft zitten, zeg maar. Maar hij heeft wel een mooie verpakking en de kleur is echt kapot mooi. Maar hij blijft niet zo lang zitten. Maar ik heb er een lip liner nog van Primark nog onder gedaan. En volgens mij is dit mijn trein of zo. Want ik zit nu dus in de trein naar Roffa. Koeien te kijken en zo. En deze lippenstift geeft ook af. Het is heel irritant. Het is trouwens, oh my god, ik maak gewoon twee keer dezelfde freaking fout. Het is trouwens kleur 999 van Dior. Echt de rood. Oh, zo ziet het er trouwens uit. Het is echt heel basic. Super basic. Oh, en ik heb dit broekje aan en ik doe zo rode hakken aan. Dus ik ben helemaal in stijl en overbeleefd. Kijk, zie je? Mijn haar valt gewoon goed. Perfect voor foto's. En ik heb mijn nagels gewoon matchend. Wauw. Ik voel me gewoon echt, na een lange tijd voel ik me echt gewoon een keertje weer on fleek, weet je. Het voelt echt goed gewoon. De trein was kapot laat. En ik heb mijn hakken aangedaan. En dit heb ik al 3000 jaar niet aangehaald, dus oh my god, wish me luck. Fucking met deze wind trouwens. Ik was gewoon bijna weg. Ik kreeg zo'n traanogen en dan kom ik daar straks nog aan, helemaal jankend en zo. Maar ja, ik voel me echt een beetje raar aangekeken, man. Alsof ik echt naar de red carpet ga met deze make-up. Why do I even give a fuck? Ja, gewoon, why do I actually? Ik vind het nog steeds zo awkward om in het openbaar te vloggen. Like, it's weird AF. Like, hoe doen jullie dat? Tell me. Bro, die Naffy gaf aan, is 3 minuten lopen of zo. Ik moet bijna 10 minuten lopen op deze hakken. Dat betekent dat het gewoon 20 minuten lopen is. Dames en heren, ik ben eindelijk aangekomen in Rotterdam helemaal. Hi allemaal. En ik sta hier naast de persoon die het allemaal weer mogelijk heeft gemaakt. Leg even uit aan de kijkers wat je allemaal doet en waar ze hiervoor kunnen langskomen in Rotterdam. Ja, nou, mijn schoonheidssalon is gewoon een schoonheidssalon. Wij hebben heel wat behandelingen. Vooral huid- en maintenance, anti-aging, pigmentatie en acne.
Wij werken hier met de nieuwste, mooiste apparatuur. We zijn allemaal gespecialiseerd in de Loma, zijn we hier. En jullie zijn hier ook welkom voor het gesmeed standenbleken. Wimperingsteentjes, lashlifting, suikerwax en nog heel veel meer behandelingen. Dat is van alles en nog wat eigenlijk. Ja. Thank you very much. Alsjeblieft. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, wij gaan nu, ik ga dus niet alleen meer naar huis. Yay, ik hoef niet helemaal alleen meer naar huis. Ik heb een partner. En die trouwens hele goede foto's maakt. Ik zet jouw naam wel straks in de omschrijving. In de omschrijving zet ik haar naam even, want ze is een hele goede fotograaf. Want ze heeft me echt kapot mooi gemaakt op die foto's. Maar, thank you. Of zo, dan ga ik... Ik denk dat ik nu ook even andere schoenen aan ga doen. Weer met ballerina's, want mijn voeten zijn echt helemaal... broken. Ook al heb ik bijna niet gelopen. Ik heb letterlijk alleen maar binnen dag gestaan. Een beetje heen en weer gelopen. Maar ja, wel leuke mensen gezien weer. Die ik, waarvan ik niet eens had verwacht dat ik ze zou zien. We gaan nu gewoon lekker naar de trein en zo. En we veranderen van schoenen. Ja, sowieso. Check jullie later. Oké, mensen. Ik heb bijna gewoon een orgasm hier. Want ik heb mijn ballerina's aangedaan. En oh my god, de migado. Dit is gewoon heaven. Als hemel bestaat, dan is dit waarschijnlijk hoe het voelt. Want ik voel me echt gewoon alsof ik over wolkjes heen loop, zeg maar. Oh my god. Dat moest ik echt, echt even melden, want het is echt even belangrijk. We hebben weer een nieuw onderwerp, een nieuwe topic. Ze zegt net tegen me, ja, mijn vriend wou niet dat ik... wat was het ook alweer? Dat ze naar Rotterdam ging, want we zijn in Rotterdam toch nu? En ik snap nu waarom, want ik bedoel, like, wauw. We lopen hier nog geen 5 minuten, volgens mij. We worden echt aangestaard alsof ze nog nooit een vrouw hebben gezien hier. Like, bruh, for real. Jullie zagen net dat iemand gewoon op de achtergrond bij mij gewoon ging praten tegen mij. En een andere guy die deed gewoon zijn raam naar beneden net, bij het stoplicht. Dat event was ook tegenover allemaal andere zaakjes. Dus het moment dat ik even buiten ga staan om even af te koelen, dan heb je meteen gewoon 20 ogen op jou gericht, man. Like, damn! I almost started feeling uncomfortable gewoon. Ja, het is echt erg hier in Rotterdam. Ja! En ik wou ook zo'n kokerrokje aan, dus zo'n hele strakke. En I'm glad I didn't do that. Dus dames, pas op als je naar Rotterdam gaat. En we zijn nu op Rotterdam Centraal. En gelukkig hoef ik echt niet in mijn eentje naar huis. Want mijn batterij van mijn camera is ook leeg. Maar ik heb een hele gezellige body. We lopen de hele tijd al te praten. Dus ik was echt bijna vergeten om nog te filmen.
Om deze chickie is zo gezellig. Nu dus on my way home. Ik heb kapot erge honger. Wauw. Ik ga zo chappen, eten chappen. Gewoon falafel. Ik heb nog falafel. Oh my god. Ik kan het gewoon proeven. Gewoon, terwijl ik hier zo op de fiets zit. Ik proef gewoon die falafel gewoon. Is die González? Kom op, bro. Mensen, kijk maar echt. Kun je het zien? Kun je het zien? Wauw. Ik zit rustig foto's te kijken en zo. Van vandaag en van gisteren. En ineens. Mensen kloppen aan de deur en shizzle. Mensen zijn helemaal op party mode. Gelukkig heb ik nog een beetje make-up op. Ik kan misschien leuke foto's maken, man. Ewa! Ik ga een einde maken aan deze vlog. Het was een hele koude lange dag. Ik wil even Mervin bedanken die mij had uitgenodigd naar het event. De opening van een nieuwe zaak. En alles staat in de omschrijving beneden waar het is, et cetera, et cetera. En ja, het is echt een super leuke sfeer daar. I'm not kidding. Like, toen ik daar binnenkwam, ik werd echt met open armen ontvangen. Oh, mijn batterij gaat bijna leeg. Ik ben heel erg moe. Ik kan niet meer zo goed nadenken. Ik ben echt kapot moe. Maar mijn haar is nog steeds zo mooi. Echt die volume. Ik vind het echt mooi. Ik moet echt oppassen dat ik niet verslaafd ga raken aan mijn haar of feunen. Want dit, ik vind het echt gewoon geweldig. Als ik mijn haar heb gefeund, zit het gewoon nice. En het is langer, omdat het uitgefeund is, zeg maar. Ik kan gewoon zien dat mijn haar aan het groeien is. Like, yes, winning!
Ik wil iedereen bedanken en alle beauties die vandaag aanwezig waren. Was echt leuk. Iedereen, Leila, Esra, iedereen die ik heb gezien, et cetera. Was echt super gezellig. En vanavond ook deze Visa hier. Echt een kapot lange dag. Ik ga zo slapen. Ik kan niet meer. En I love you all. Ik zie jullie de volgende keer.